Yo Nintendo fans, we zijn aangekomen bij de waterolifant, de eindbaas van dit kasteel, van deze tempel. En we gaan hem verslaan. Let's go! Oké, wat gebeurt hier allemaal, jongens? Wat gebeurt hier allemaal? Draaikolken alles! Yo, doe eens even rustig aan. Oh snap! Nee hoor, het is toch daadwerkelijk een draak, de waterolifant. Iemand heeft het flink georigamiseerd. Het lijkt niet eens op de stenen drakenkop in de hoofdruimte. Kom op Mario, laten we hem weer in zijn oude glorie herstellen. Oh man! Gewoon even tegen een gigantische draak, jongens. Moet je die waterhozen zien? Ik wist dat de waterolifant over het water heerste, maar niet op deze manier. Oh snap, hoe moeten we dit gaan doen, jongens? Ik ga in ieder geval die speciale knopjes weer aanzetten. Want ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat ik nu moet gaan doen. Ik ga de brief in ieder geval pakken. De vakken zijn weggespoeld. Toe, waterolifant, hou eens op met die golven. Ja, maar dit gaat toch nog goed volgens mij? Je kunt de vliegende waterolifant uit de lucht halen met een sprong. En hem daarna met je hamer mappen. Oké, ga ik dan nu springen als ik dit doe? Ik heb hier mijn vouwarmen in ieder geval. Laten we even kijken wat er nu gaat gebeuren. Ik kan hem nu slaan? Ja, oké. Ik heb hem gemist. We kunnen niet bij hem komen als hij in de lucht hangt blijkbaar. Oké, dus dit ging al niet lukken. Oké, ik moet denk ik bij hem in de buurt komen, zodat we op hem kunnen springen. Dat moet heel simpel gaan door nu naar rechts te lopen en dan recht naar beneden. Als het goed is komen we dan daar gewoon uit. Ik pak nog een envelopje om even te kijken van hoe we dit moeten doen. Je kunt de vliegende waterolifant uit de lucht halen met een sprong. Ja, precies. Nee, dat wist ik al. Dat had ik net ook al. We krijgen gewoon dezelfde tip. Ik ben hashtag belazerd, jongen. Nu moeten we gaan springen. En daarna gaan we nog een keer springen, want ik heb een extra beurt gepakt. Let's go. Oké, dit doet alleen niet zo heel veel pijn. Maar hij ligt nu wel op de grond. En hoppakee, dan springen we gewoon nog een keer. Auw. Ik hoop wel dat de hartjes op de battlefield komen. Ja, gelukkig wel. Oh man, hij ziet er echt super bol uit nu. Ja, er zijn nu dus meer plekken waar we niet kunnen eindigen. Die plekken waar die waterkolken zijn, daar kunnen we sowieso niet eindigen. Maar we zouden hem nu wel kunnen pakken. Ik weet alleen nog niet zo goed of ik zo'n groene portal beter kan gebruiken. Of het handje. Die groene portal is van de vorige origami origant. Of hoe dat ook heet. Ik ga gewoon nu in ieder geval het handje proberen. Eens even kijken of dat werkt. Het zou moeten werken. Ik heb dubbel damage nu. Dus ik hoop dat dit werkt, jongens. Let's go. Slaan. Oh, dit, blijkbaar werkt dit niet heel erg. Hij gebruikt zijn vleugels om zichzelf te verdedigen. Er moet een manier zijn om hem uit te putten. Ik heb mezelf wel verdedigd. Ik heb nog maar 50 HP over. Dat wordt tijd dat we een hartje gaan pakken nu sowieso. Nee. Nee. Nee, hij heeft... Nee. Hij heeft allerlei dingen weggeschoven. Nee! Oh, snap. Oké. Vijanden gebeurt. Dit gaat niet goed, jongens. Verdedigen! Ik heb nog maar 1 HP over. Wat? Oké, hij is nu wel afgezwakt. Maar ik heb nu echt hartjes nodig, jongens. Ik moet langs allebei de hartjes. Want anders ga ik dit niet meer redden. Nee! 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 Ah, ik heb wel full HP, maar ik heb een fout gemaakt weer. Oh, wat suf. Nu krabbelt hij weer op. Ik dacht dat ik nog aan een ring kon draaien. Oké. Ik had het dus in het begin fout. Ik dacht dat die draaikolken plekken waren waar je niet uit mocht komen. Maar met die draaikolken spoelt hij dus van alles en nog wat weg. Ik heb er nu rekening mee gehouden. Ik heb double damage. Ik heb mijn schoenen aan. Ik denk dat ik mijn glanzende schoenen maar eens ga gebruiken. Want ik moet hem gewoon nu echt pijn gaan doen. Let's go. Hoppakee. Hoppakee. Kijk, nu ligt hij in ieder geval weer op de grond. Oké, ik heb aardig verdedigd. Niet zo heel veel HP verloren, dus dat is chill. Oh, maar hij heeft nog zoveel HP. Oké, ik denk dat ik nu een hele goede beurt heb. Ik ga naar rechts. Helemaal naar linksboven. Daar heb ik double damage en een extra beurt. En dan kom ik dus uit op die andere origant. Dus ik hoop dat dit werkt. Alles blijft inderdaad liggen zoals het zou moeten blijven liggen. Dus dat is top. Let's go. Double damage, extra beurt. En we hebben hier de origant. Let's go. Tovercirkel actief. De aardorigant, let's go! In Pokémon zou dit geen goede combinatie zijn. Grond of aarde tegen water. Maar hey, dit is geen Pokémon, dus let's go. Lekker Olivia. Oké, 25 damage, nice. Nice. Jammer dat de dubbele beurt niet telt. Kan de vijand nu ook geen damage doen op mij? Oh, wat nice. De vijand kan geen damage doen op mij. Super cool. Oké, hij hangt weer in de lucht, die gek. Hij is weer bol. We moeten straks echt weer op gaan passen en ons goed verdedigen. Oké, hij spoelt weer van alles weg. Als het goed is, heb ik weer goed gekeken. Ik probeer echt extra goed op te letten nu, jongens. Oké, naar beneden, double damage en springen maar. We gaan gewoon de glanzende schoenen weer pakken. We hebben alle goede wapens nodig voor deze battle. Hoppakee, 12 damage plus 2 en nog een keer 2 extra. Oké, nu gaat hij volgens mij zijn ultieme superaanval weer doen. Dus patterpats. Oh nee, dit valt mee. Ik dacht dat hij die nu ging doen, omdat hij zo bol was. Maar gaat hij die dan nu... Nee. Hè? Hij gaat dat nu doen, denk ik. Ja, hij gaat dat nu doen. Zoek dekking. Of wacht.
De volgende beurt gaat hij dat doen. Hoe gaan we hem nou ooit aanzetten? Dat kan helemaal niet. Laten we de aan maar even wegspoelen, want die ligt de hele tijd op de verkeerde plek. Ik weet niet of dat werkt, maar dat zou nice zijn. Ja, kijk, de aanknop is nu weggespoeld. Hopelijk ligt hij strakjes op een andere plek. Ik heb double damage. Ik ga weer springen op zijn hoofd. Let's go. En ik hoop dat er nog wat hartjes terugkomen op het battlefield. Anders heb ik namelijk een probleem. Oké, hij staat nu op ontploffen. We moeten nu even opletten dat we goed gaan proberen te verdedigen. Anders pakken we weer 49 damage. En dat moeten we niet hebben. Mega golf. Verdedig. Ik heb verdedigd. Alsnog pak ik 49 damage, jongens. Ah, wat intens. Oké, er liggen hartjes op het battlefield. Ik moet er minimaal één zien te pakken nu. Dat gaat wel lukken. Nou, die aanknop die ligt echt op een onmogelijke plek. En het hartje trouwens ook. Ik ga maar gewoon voor double damage met een springaanval. We hebben 50 HP erbij, dus dat moet op zich genoeg zijn. Ik kan ook mijn hamer doen. Nee, laten we de glanzende schoenen maar gewoon proberen. Let's go. Double damage. Hoppakee. 12, 2. Nou, dit is niet veel hoor. Dit is niet veel. Gelukkig kan hij mij niet aanvallen. Oh. Ja, zolang je die hartjes kan pakken, dan gaat het allemaal wel, volgens mij. Maar ik moet er nu wel echt een einde aan gaan maken bij hem. Let's go, Mario. Double damage, extra beurt. Come on. Met je glanzende schoenen. Nog één keer. Kom op. Hoppa. Atza, atza. Mijn glanzende schoenen zijn nu kapot. Daarna heb ik ook niks aan mijn extra beurt. Potverdorie. Oh, man. Hij heeft nog ongeveer 1/5 van zijn health. Wat een baas is dit. Dit is pas de tweede baas. Kan je nagaan hoe moeilijk die bazen hierna worden? Oh, shit. Ik heb niet goed gekeken. Nee, ik heb weer een foutje gemaakt. No! Ik loop zomaar een rondje voor niks nu. Ik hoop dat ik het nu niet weggeef. Hij gaat nu een waterpistool doen. 9 damage. Ik ben benieuwd, jongens. Hebben jullie deze baas al weten te verslaan? En vonden jullie deze baas ook moeilijk? Want ik vind hem echt wel lastig. Oké, nu gaan we gewoon naar rechts en naar beneden. Weer met double damage, een hartje en een aanval. Helaas zijn mijn sterke schoenen kapot, dus ik moet hem met mijn minder sterke schoenen doen. Kom op, Mario! Haal hem naar beneden, stomme draak. Yes! Daar ligt hij. En de volgende beurt. Ga je nou weer vliegen? Ga eens even lekker liggen, vriend. Ga eens... Naar beneden, jij. Naar beneden. Wat is die aan het doen? Hé, mijn aanknop is ergens anders. Nice! Alleen... Gaat hij mijn aanknop wel wegspoelen, ben ik bang. Ja, ik kan de aanknop alsnog niet gebruiken. Potverdorie. Oh. Moet je kijken hoe weinig er over ligt. Hij heeft van alles en nog wat weggespoeld. Nou, ik heb mijn double damage kunnen houden. En mijn aanval kunnen houden. Dus ik kan wel gewoon op zijn hoofd springen. Maar... dit gaat zo moeizaam. Nog één keer hierna en dan hebben we eindelijk deze waterorigant verslagen. Ik hoop dat hij niet nu allerlei gekke dingen gaat doen, want hij ziet er aardig ultiem uit. Hij gaat weer met zijn gigagolf hoor. Ik verdedig hem. Ik pak wel 55 HP damage. Deze draak is zo sterk, jongens. Oké, nu geen fouten maken. Nu moeten we dit even goed afsluiten. Ik heb maar 3 ringacties. En ik wil per se HP pakken, dus dan maar even een keer geen double damage. En dan hoop ik dat ik dit alsnog kan fixen. Ik pak sowieso de HP mee. Ik speel op safe. Ik ga op zijn bakken springen. Let's go. Gaan we hem nu nakken? Of nog steeds niet? Ja! We hebben hem! Echt met die laatste sprong met 1 HP hebben we hem verslagen. Wat een baas is dit, joh! Origant Draak, ik heb heel veel respect voor jou. Je hebt echt een supergoeie battle gedaan. Ik heb het moeilijk gehad met je. Maar we hebben gewonnen. Daar gaat hij! Daar gaat hij! Ja hoor! En wij kunnen nu... Bij Olivia, aan Olivia, de kracht van de waterorigant gaan geven. Super cool! We kunnen veranderen in een draak als het nodig is. Hij is ook in een boek veranderd, net als de vorige. Nou, Olivia, doe je ding, zou ik zeggen. Boek van het water. Daar gaan we. Nu snap ik het. Je vouwt het hier en op die manier en hoppakee. En dan weet Olivia hoe zij een epische draak gaat worden, jongens. Let maar eens even op. Ik denk dat ik de waterorigant nu tot in de kleinste plootjes ken. Probeer je nieuwe kracht uit. Die wil ik je wel eens zien ontplooien. Nou, doe je ding, Olivia. Ga je gang. Daar gaan we. Koningin Olivia. Lijkt een parapluutje te worden. Maar nee. Het wordt een ware draak, jongens. Mop. Kijk die vleugels. Hoppakee. Kijk die staart. Kijk die buik. Kijk die kop. Kijk die kroon. Wat vet. Dit is zo cool. Dit is echt zo vet gedaan. Daar is hoor. Olivia, de mega origami draak. Hoe zie ik eruit, Mario? Net zo waardig en cool als de waterorigant? Ja, zeker. Dit ziet er prachtig uit. Met al dat water hier ben ik zo doorweekt als een spons. Ik sta op springen. Uit de weg. Nee, rustig aan, Olivia. Rustig aan met dat water. Kijk te gaan, jongen. Oké. Nou, weet je wat? Doe jij lekker je ding. Vul jij lekker dit bassin.
En waarschijnlijk kunnen we dan naar buiten en is daar die waterplas ook weer gevuld. En kunnen de sheep weer gewoon lekker zwemmen. Olivia zegt, zag je dat? Zag je mij? Zag het er net zo cool uit als het voelde? We kunnen dat opgedroogde meer wel 10 keer vullen. Ja, dit was epic. Dit was hartstikke goed gedaan, Olivia. Super vet. Laten we naar buiten gaan, Olivia. Ik wil wel eens even kijken hoe het nu met dat meer staat of hoe jij dat gaat fixen. En hoe zou het met meneertje Bom gaan? Bobby, je bent er gewoon nog. Je hebt wel een spektakel mist hoor. Die waterolifant was zo cool en we hebben nu ook een nieuwe kracht. Echt? Was het zo cool? Echt heel cool? Ik heb een geweldig watermonster gemist. Nou ja, helemaal niet erg. Ik zal het wel eens ontmoeten, een ander keertje. Je zult snel kennis maken, Bobom, met de nieuwe krachten van onze Olivia. Terug naar het meer nu. Ik ben benieuwd hoe die kracht van de waterorigant werkt. Ga je mee, Boppie? Nu ga je wel weer mee, hè? Nu het allemaal niet zo eng meer is, nu ga je opeens wel mee. Jongen, jongen. Ja, van deze brug was Bobom dus even lekker een keertje afgedonderd. Moeten we, als het goed is, deze kant op. En dan hier doorheen. Hier naar boven. Ja, kijk. En nu zijn we bij dat meer aanbeland. En nu gaan we de ware krachten zien van Olivia. De Origantenkracht van de waterdraak. There we go. Zo vet. Zo vet. Lekker bezig hoor. Ja, zie je? Dit is wel een meer, Boppie. Dit is een meertje. En zie je dat bootje? Dat doet het ook gewoon. Hoppakee. Nu kunnen we... Oh, nu kunnen we met dat bootje het meer afzwemmen en daar naar beneden. Aha, ik snap hem. Ik ben trots op je, Olivia. Dit heb je heel goed gedaan. Moet je zien, Bobby. Dit is heel veel water. Nu kunnen we eindelijk aan boord en dat lint gaan volgen. Ongelooflijk, zoiets cools heb ik nog nooit gezien, zegt Bob. Nou, mijn vrouw, volgende keer volg ik je raad op. Wat een geweldige dag en wat een onvergetelijke avonturen, zegt Bob. Ja, of niet. Of niet. Maar dit waren wel de avonturen voor vandaag, jongens. Doe even een blauw duimpje omhoog als je het vet vindt hoe we deze baas hebben verslagen. Abonneer op dit kanaal voor meer Paper Mario, Pokémon en Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!